Welkom bij een nieuwe aflevering, aflevering 3 van Gas er Hop. Ik ben hier weer samen met Simon, Dennis en vandaag gaan we het hebben over trippeltjes. We beginnen vandaag met de triple karmeliet. Ik denk wel de meest bekende, best verkrijgbare. Ja, we zijn samen tot een consensus gekomen. Ik zat zelf heel erg met de twijfel tussen de triple karmeliet en de Westmalle. De Westmalle wordt wel gezien als de moeder aller trippels. En als ik aan trippel denk, denk ik zelf eerst aan Westmalle. Niet omdat ik die lekkerder vind, maar omdat ik dus dat verhaal van die moeder der trippels gehoord heb. En dit is natuurlijk, kijk, Westmalle is ook nog eens echt een trappist. Dat is wel waar de trippel zijn bestaansrecht zo'n beetje kent. En de triple karmeliet is wel een commerciële aftakking van een trippel. Ik zou zeggen, laten we hem inschenken. En ik ben heel erg benieuwd voordat we... Ja, ik denk dat we de smaak van de triple karmeliet wel kennen en zo'n beetje kunnen dromen. Maar ik ben heel erg benieuwd, wat is voor jullie nu een triple? Als je denkt, als jij iemand zou moeten overtuigen van... ik raad jou aan een triple te drinken. Wat is voor jou nou, wat definieert de triple volgens jou? Hoog in alcohol, hoger in alcohol en kruidig. Mm-hmm. Het is wel echt een bier die gewoon body heeft. Komt altijd wel binnen, een triple, ja. Vind ik. Krijgt altijd wel een beetje gloed. Gloeiende oortjes van. Rooie oortjes. Ja. Eigenlijk een soort kanon dan. Ja, nee. Ja, als hij komt binnen, dat is, als ik hoor kanon, ja. Bieren die binnenkomen, dan hoor ik... Kanon is er ook wel eentje van, dat klopt. Maar dit is overigens brouwerij Bosstils. Ja, dat, ik denk dat ook niet iedereen dat weet. Nee. Dat vind ik altijd zo grappig, want Triple Karmeliet voor mij op zichzelf staat instituut als het ware. Maar brouwerij Bosstils is bekend van de Triple Karmeliet, maar daarnaast ook van bijvoorbeeld de kwak. Ja, ook de kwak en nog de Monte Cristo. Die en Deus, als ik dat goed uitspreek. Ja, de champagne, voor mij het meest bekende champagnebieren, zo te zeggen. Deus. Ruim 200 jaar champagnegist. Brouwerij is ruim 200 jaar geleden opgericht. 7 generaties lang in de familie Bosstils. Inmiddels wel onderdeel van Ab InBev, was me opgevallen. Zeker. En ook natuurlijk waarom het de triple is, omdat ze altijd van 3 graden gemaakt worden. Dat is natuurlijk de... Ze hebben hier volgens mij ook een Grand Cru versie van. Ja, van dit, die heeft een 4 graan. Dat heet ook niet meer de Triple Karmeliet, maar dat is de Karmeliet Grand Cru. En die hebben wij volgens mij een keer gereviewd, toch? Ja, op mijn YouTube kanaal. Dus mocht je daar geïnteresseerd zijn. Ik wou zeggen, want ik heb hier in het hoekje nog de fles staan. Okay. De lege fles. Nou, wat bij Karmeliet altijd opvalt, mij altijd opvalt, is de schuimkraag. De royale schuimkraag. Ja, dit moet je, als je dit, nu hebben we het enigszins voorzichtig ingeschonken. Ja. Als je hier echt niet oplet, dan zit je hier gewoon met 3/4 schuimkraag. Dan kun je de muziek hard zetten, dan heb je schuimparty. Nou, heren, proost. Laten we even kijken wat we ervan vinden. Zo, de vorige aflevering hebben we gewoon geen 1 keer geproost. Ook knap. Tja, ja. Omdat we alles uit hetzelfde glas aan het drinken waren. En geen 1 keer side by side. De triple karmeliet in fles, 8,4% aan alcoholen. En het kenmerkt zich als een triple. Proost. Yes. Gewoon, typisch triple geurtje wat eraan zit natuurlijk. Ik vind hem lekker ruiken. Ja, een triple karmeliet is voor mij echt altijd gewoon goed. Moet wel koud zijn als het een triple karmeliet te warm is. Dat vind ik wel, op het terras wil ik hem niet altijd nemen als het echt heel warm is. Want als hij dan op begint te warmen, dan komt voor mij een beetje te veel dat... Die alcohol. Ja, en het moutige begint dan de overhand te krijgen. Dat vind ik niet super, maar... 8,4%, ja. Ja, een goed koude karmeliet gaat er bij mij altijd. Ik vind dit wel echt wel een prima triple. Ja. Ik vind hem zelf ook lekkerder dan de Westmalle. Al is het wel minder heftig dan ik altijd dacht. Ik heb hem ooit blind naast elkaar gedronken. En toen was ik verrast over hoe smaakvol en kruidig de Westmalle nog was. Voor mij was de Westmalle altijd een zuurige triple. Die heb je er ook een paar tussen zitten. Maar dat viel mij alles in mee. Dus ik denk dat dat toch een keer een fles op leeftijd geweest is of zo. Ja, en dan sabel je hem toch af. Maar dat is niet helemaal terecht. Als ik denk aan Westmalle heb ik echt altijd het idee dat dat gewoon... Van de dubbel. Door een donkerder bier is. Mm-hmm. Dat is echt Westmalle bij mij. Een Westmalle dubbel met grenadine. En voor mij dus meer de grenadine. Die van dat bestelde ze vroeger altijd bij de golfbaan op het terras. Ja. Is nog steeds een ding. Ik bedoel, sommigen die spugen erop, maar traditioneel is Westmalle dubbel met grenadine. Is helemaal geen... Als iemand het lekker vindt. Op de triptrap, een Westmalle dubbel en een Westmalle triple half om half. Maar dat is niet voor deze episode. Nee. Misschien dat we daarop later... Een moment over uit kunnen wijden. Misschien is het leuk om even te kijken naar wat nou volgens de definitie van het biermeesterkeurschilde een triple nou echt inhoudt. Ik heb het hier op papier, maar er was regen, dus dat is niet meer te doen. Is niet meer te lezen. Dus gelukkig hebben we ook nog de digitale variant. In het water gevallen.
Trippel. Algemene kenmerken. Een trippel is een bovengistend, complex, blond Belgisch biertype met 7,5 tot 9,5% in de regel. Daar kom ik later op. Blond tot goud zijn de uiterlijke kenmerken. Helder. Tweeschijn is toegestaan. Beetje hazy. Stevige, stabiele, romige schuimkraag. Het koolzuurgehalte is hoog. De geurassociaties zijn complex met kruidige, fruitige en niet scherpe alcoholische aroma's. Duidelijk hoparoma, maar niet overheersend. Licht moutkarakter. Fruitigheid loopt uiteen van citrusachtig, banaanachtig tot ander fruit, maar neigt nooit naar oplosmiddelachtige esters. Kruidige fenolen afkomstig van de gist, kruidig, peperig, kruidnagelachtig, zijn waarneembaar, maar mogen eveneens niet overheersen. Toevoegingen van kruiden, vooral koriander, komt vaak voor, maar is niet vereist. Een mooie balans tussen gistkarakter, hop, mout en alcohol. Niets mag overheersen. De basissmaak is zoetig, bitterig tot bitter. De smaak is een samenspel van kruidige, fruitige en alcoholische smaken ondersteund door een zachte moutigheid. Hopbitterheid gemiddeld tot hoog en goed in balans met de moutigheid en zoetheid. Body, door het gebruik van tot 25% suiker, heeft de trippel weinig body voor zijn hoge alcoholpercentage. Het mondgevoel is soepel, alcoholwarmend en met veel koolzuurprikkeling. Een beetje plakkerigheid is toegestaan. In de nasmaak esters, kruidigheid en moutigheid. Door het hoge koolzuurgehalte is de nasmaak droog tot licht zoeter en redelijk bitter. Droger en meer koolzuur dan de barley wine is de trippel niet vreemd. In vergelijking met sterk blond is het bier moutiger. De nadruk ligt meer op de fenolen dan op de esters. De brouwspecificaties zal ik jullie even onthouden. Mocht je dat interessant vinden, laat het zeker weten. Dan lees ik ze de volgende keer wel. Ja, een aparte aflevering voor nodig. Eigenlijk komt het erop neer, alles is in balans. Het mag niet te zijn. Want ik vind juist bij een, ik vind dat voor een blond gelden. Maar het mag niet te bitter zijn, het mag niet te zacht zijn, het mag niet te veel zitten. Ik vind een trippel, ja, te is natuurlijk, ja, wanneer is iets te, maar ik vind een trippel behoorlijk kruidig. Ja, maar wat ze zeggen, er geen overheersende van, dus... Maar kruidig overheerst, ik heb hier een beetje die kruidigheid, die voor mij echt wel over, die maakt het voor mij een typische trippel en dat overheerst. Voor mij op een fijne manier, maar het overheerst wel. Ik weet wel, als je de hele avond gaat zitten drinken, dat je loeder toeter zat naar huis gaat. Ja, ja, en de volgende dag een houten kop hebt. Ja. Ja. 100%. Het komt altijd wel binnen een trippel. Ja, trouwens wel, fun fact. Ik heb even de moeite genomen om mijn Untappd te kijken vanmiddag. Ik heb in totaal 27 trippels gedronken. Oh, dat is niet mijn, zo... dat is niet veel. Van de hoeveel bieren in totaal ingecheckt? Oh, boven de 1300. Ongeveer. Ja, tussen 1300 en 1400 zit ik nu. Dan is het echt weinig. Weinig, ja. Maar ik neem het ook niet vaak mee. Ik vind het af en toe wel eens leuk. Maar mijn hoogst gewaardeerde triple in mijn Untappd was die van Brouwerij de Toekomst, de Rascal. Ja, maar dat is natuurlijk wel... Daar komen we weer, kleine kanttekening. Misschien was dat een betere naam geweest voor de podcast. Kleine kanttekening. maar de Rascal triple is natuurlijk niet een puur zuivere triple. Want... De Rascal Triple is geïnfuseerd met Rascal Gin. Ja, dat klopt. Ja. Dus dat maakt waardoor die echt wel een pak extra smaak meeneemt. Ja. Gin en triple gaan heel goed samen. En verkozen is tot Brabants lekkerste bier. Vorig jaar toch? Uit mening van ondergetekende onder andere. Ja, maar dat vorig jaar toch? Dit jaar is hij nog niet geweest. Oké. Okay. Dit jaar is het tiende Lustrum editie. Dus, maar die vond ik echt prima. Zie de uitnodiging wel verschijnen. Dus dan hebben we nu een prima referent, denk ik, in de stijl triple. Dan kunnen we door naar de volgende rubriek. En dat is een in dit geval prijswinnende trippel. Nou, ik ben benieuwd naar. Prijswinnend in zijn van Week van het Bier? Of bier, beste bier van Nederland? Ja, niet het beste bier van maar inderdaad. In de Week van het Nederlandse Bier, de Dutch Beer Challenge. Okay. Is hij inderdaad verkozen tot Nederlands lekkerste trippel. Dit is natuurlijk Belgisch lekkerste trippel. Of niet lekkerste, maar dat zeg ik. Eén van Belgisch lekkerste. Oh, dat is wel natuurlijk het bier wat echt in Nederland gemaakt is. Ja. We hebben net de referent gehad en we gaan door naar een prijswinnend bier. Net een Belgisch bier, nu een Nederlands bier. En wel van de Mariestraat uit Almkerk. Wij spreken hier van Scheepstimmerman. Een triple met een alcoholpercentage van 8,8%. Oei. Zo, dat is ook wel een flinke betser. Keurig binnen de stijl van 7,5 of 9,5. En maar 0,4% meer dan de triple Carmeliet. Ja, die gaan we voelen.
Maar als je dan wel gaat kijken naar de schuimkraag... Dat heb ik ook gemaakt, zie je dat. Ik merk dat ik eigenlijk veel in spreek. We kunnen het elke even overtassen. Net als vroeger. Nee, dat is goed genoeg, man. Simon moet nog rijden, dus. Wat was jij aan het vertellen, Hens? Niet hard op zijn De schuimkraag, ten opzichte van triple karameliet. Ja, maar ik heb hem heel voorzichtig ingeschonken, maar hij is inderdaad ja, maar dan nog... heel bescheiden. Ja. Laten we het neusje pakken. Zoetig. Dan fruitje. Zoetig, fruitig. Maar wezenlijk anders dan de karameliet. Ik heb zeker. Absoluut. Beter, slechter, anders? Anders. Ik wil niet zeggen beter, maar dit hier heb je echt een zoetig... Ja. Fruitje. Oké. Zullen we hem proeven? Yes, laten we dat doen. Cheers. Proost. Proost. 8,8% van de magistraat, de scheepstimmerman. Proost. Het lekkerste triple bier volgens de Dutch Beer Challenge 2024. Mee eens. Lekker, man. Ja. Oh, dat was heel stellig. Ja, ik vind deze echt lekker. Alleen, je merkt qua alcoholpercentage ten opzichte van de triple karameliet, heb je echt niet die 8,8%. Ik vind het wel zachter. Ja, ik denk dat hij zoeter is. 8,8%. Hij is zoeter en minder kruidig, ja. Waardoor hij denk ik overall wat zachter is. Ja, als hij is zachter. Als ik er wat van mag. Misschien wel wat toegankelijker. Ja. Mm. Zeker. Meer kans op hoofdpijn. Drink makkelijker. Doe zeggen nog. Nee, ik vind hem inderdaad... Ik mis wel, ik weet niet of er koriander in zit, maar ik mis wel een beetje die... Ik mis die kruidigheid wel een beetje voor een triple. Hm. Ik zit hier nu... Ik heb wel vaker dat de scheidingslijnen tussen sterk blonde bieren en triples voor mij wat vervagen. En natuurlijk, Duvel is bijvoorbeeld een sterk blond. Daar heb ik dat helemaal niet bij. Maar Delirium Tremens is dat ook. En die noem ik in één adem met de triple kanunik, met de triple karameliet. Want ik vind die qua kruidigheid en qua intensiteit vind ik die overeenkomen met een karamelietbeleving, terwijl dat dus maar een sterk blond is. Het is aroma's van banaan, steenfruit en witte peper. Maar zie jij ook de ingrediënten? Ja, er staat geen koriander bij, heb ik al gekeken. Maar wel andere kruiden? Water, gerst, suiker, hop en gist. Oké, okay. Oh. Dus helemaal geen toegevoegde kruiden. Terwijl hier nee, bij smaak, maar dus, nee, nee. Volgens de Bierkeurmeerse schilde biertyperingen staat bij smaak als eerste een samenspel van kruidige, fruitige, alcoholische smaken. Dus, en natuurlijk kan er een stukje kruidigheid uit andere ingrediënten komen. Maar... Nee, staat hier alleen banaan, witte peper en steenfruit. Ja. Oké, okay. Ja, peper is natuurlijk wel een vorm van kruiden. Ja, en in theorie hoeft een kruidenboeket er niet op vermeld te worden. Want het is geen allergeen. Dus er zijn weinig verplichtingen omtrent. Dat vind ik altijd wel lastig. Ik had nog even ruggespraak gehouden bij de magistraat zelf. En mochten ze zelfs bellen. Ik dacht, ja, ik weet niet hoe ik dat in de podcast ga fietsen. En ik heb hun nummer ook niet, waardoor ik het niet nu alsnog kan doen. Ik had wat audiofragmentjes gevraagd, maar het even spaak gelopen. Het was redelijk last minute. Dus ja, volgende keer. Wie maar, weet, ooit. Hè? Gaan we een special aan de intentie leiden. Was er, ik wou zeggen. Ja. Dan we gewoon op locatie opnemen. Ja. Nee, ben ik niet vrouwen zo gek krijgen om ons te brengen. Ja. Maar als we dan, want dit is dan de lekkerste triple van Nederland. Ik moet even zeggen dat ik de rest van het lijstje niet paraat heb. Wat als jullie andere triples in Nederland moeten zoeken vanuit je eigen herinnering, die je lekker vindt? Of ga jij nou weer Andreas. Van, ja, ik drink eigenlijk helemaal geen triple. Andreas Fontaal, ja. Vorig jaar goud. Prima, echt een dus prima triple. Is op zich wel logisch dat je die niet verkeerd vindt. Ja. Die heb ik maar één of twee keer op. Wat zeg jij? Die heb ik maar één of twee keer op. Maar ja, dat is ook als je bij Fontaal komt. Ja, kies je ook weer niet de triple. Ze hebben altijd wel iets nieuws wat je dan liever pakt. Ja, precies. Dat is ook weer. Kijk, en dan ben je het wel weer niet. Dat is het nadeel van triple. Wij zijn echt die liefhebber. En jij bent wat meer toch dat gewoonte dier, om het zo even te zeggen. Ja, maar ik pak dan vaak wel, ja, als ik bijvoorbeeld op het terras zit en ik zie bijvoorbeeld een Lever Ruby die staan. Ja, ik ben toch wel meer van het zure en het fruitige bier. Een Lever Ruby, die pak ik dan bijvoorbeeld wel. Maar zie ik dan bijvoorbeeld ook weer een leuke stoute staan, dan heb ik soms wel eens zoiets van, ja, of wel of niet. Dat vind ik lastig. Snap ik. Keuzestress. Op het terras in de bierwinkel. Ja, dat, maar nee, maar meest merendeel heb je dan ook zoiets van, oeh, dan moet ik hier een flesje kopen van 12 euro bij wijze van spreken op het terras van sommige die echt speciaal bieren. Ja. Dan denk ik mij van ja, dat vind ik wel een beetje zonde. Dan kan ik ook gewoon twee Lever Ruby en een Meens en een Kramp Sties pakken. Ja.
Maar maar één zo eentje, dat is een beetje het... Maar ja, dat is niet alleen maar bier, dat is met... Met alles. Met het restaurant hetzelfde. Als ik, ja, soms wel eens een lekker stukje vlees, dan denk ik van ja, dat kan ik zelf thuis op de barbecue misschien wel net zo goed of beter klaarmaken. Maar het is leuk om af en toe even uit eten te gaan. Ja, dat klopt, maar dan pakken we altijd wel net de dingen die ik normaal niet zou doen of zou pakken. Ja. Heb jij er nog iets op toe te voegen? Ik nooit. Oké. Okay. Nooit. Nou, ik vind het gewoon een lekkere trippel, jongens. Ja. Het is echt, snap ik dat hij dit jaar de winnaar is. En ik kan mij... Hij zal ongetwijfeld in de doos hebben gezeten die ik een hele tijd geleden is gekocht heb. Een magistraat doosje gekocht. Mm-hmm. Dan zal hij ongetwijfeld bij hebben gezeten. Maar hij heeft geen actieve herinnering meer. Ik heb daar geen actieve herinnering aan, zoals meneer Rutte zo mooi zei. Nee. Nou, ik heb er dus nog een aantal staan met een heel ander etiket. Dus je kunt binnenkort ook een line-upje met scheepstimmermannen verwachten. Maar dat zal wel vermoedelijk op mijn YouTube-kanaal gaan zijn. Of jullie moeten mij overtuigen om het in een podcast te gieten. Maar ja, dan hebben we heel veel trippel op één kanaal. Dus misschien moeten of we dat niet willen. We pakken het als voorganger op de podcastopnames. Dat we gewoon, ja, dat kan ook. En dat die dan alsnog online zet. We gaan het meemaken, we gaan het zien. We gaan het nu in ieder geval bij zijn eens meemaken. Naar de volgende rubriek, het pareltje. Althans, dat vind ik. Volgens mij hebben jullie hem allebei nog nooit niet eerder op. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die jullie gaat bevallen. We zijn weer bij de volgende rubriek aanbeland in de vorm van het pareltje. En het pareltje is afkomstig uit Brugge. En dan zou je denken, straffe Hendrik, Brugse zot, dat soort dingen. Nee, niets van dat alles. Als je zo op een gegeven moment door een steegje in Brugge loopt en je ziet aan je rechterhand, of ja, ligt aan welke kant je vandaan komt, als je van de markt komt aan de linkerhand, een chocoladewinkeltje zitten, dan weet je dat je in de goede richting zit. Maar voordat je het door hebt, ben je er ook alweer voorbij. Want dat steegje is zo verdraaid klein dat ik er zelf met Google Maps 3 of 4 keer langs afgelopen ben. Uiteindelijk wist ik het steegje te vinden en liep ik erheen en was er een oud vervallen trappetje met 6 treden wat je naar Staminé de Garre leidde. En daar is dit bier van afkomstig. Het bier heet dan ook Trippel van de Garre. Maar het is echt een kleine brouwerij. Ja, dat is dus mooi. Kijk, het is een klein cafeetje. Het is een heel ambachtelijk, misschien wel bruin cafeetje, denk ik. Echt heel traditioneel. Klein van opzet. Ik heb er zelf niet kunnen zitten. Ik had de kids mee, dus dat staat nog wel op het lijstje om een keer te doen. Maar het bier wordt voor hun gebrouwen. Ja, okay. En dat is wel gelijk de interessante kanttekening, waardoor ik daarna echt legio aan trippels ben gaan drinken uit dezelfde brouwerij. Maar geen van alle kwam in de buurt van dit bier. Oei, maar bij brouwerij wie waar we gebrouwen? Het over hebben, wat zeg jij? Ja, bij wie wordt die gebrouwen? Doe eens een gok. Als jij denkt aan een echt grote Belgische brouwerij. Ja. Ik ondertussen ik denk dat die gewoon bij de Half Maag gebrouwen wordt dan. Ja, dat zou voor mij gewoon het logische zijn. Maar nee, dat is niet waar. Maar is je echt bij een brouwerij die trippels maakt of algemeen? Ja, de brouwerij maakt ook trippels. Maar het staat niet per se... Ik vind dat ze niet per se bekend zijn om hun trippel. Is je bij de koning gebrouwen? Nee. Roy, wil jij nog een duitend zakje doen? Ik ben helemaal... Nee. Ik heb geen idee. Oké. Okay. Hij is gebrouwen bij Steenbrugge. En Steenbrugge heeft echt voor mij wel 1000 bieren in hun arsenaal. De meer bekendere zijn misschien Piraat, Gulden Draak, zeg ik zo, top of mind. Ik weet niet is ook van hen? Ja. Oké. Okay. En ook de Fourchette, volgens mij. Zou je hem in wel schenken voor mij? Ik wil hem wel inschenken voor jou. Want? Ja, nee. Oh, heerlijk. Wat? Ja, het gaat echt niet, Simon. Nee, het gaat echt niet. Niet best. Maar pols is een beetje, over de piep. Ik doe dat voor jou, jongen. Alsjeblieft. En mijn kleine fles gaat wel, maar die fles, ja, ik moet het nou niet gaan forceren. Nou, we hebben hier zeker een klein beetje tweeschijn. We hebben in jullie geval een vrij rijkelijke schuimkraag. Ik heb iets te voorzichtig gedaan, zo lijkt het. Ja, goed. Percentage gezien. Dat ga ik jou dadelijk oplezen. Zo. Ik wil eigenlijk dat jullie het niet zouden zien totdat het ik moment daar gezien, ja. Valt niet in, en dat is dus ook gelijk weer mooi. Die valt maar niet binnen de stijlaanduiding. Nee. Wat vinden we van de neus? We hebben het hier namelijk over een bier
Een triple wel te verstaan met een alcoholpercentage van 11%. Hij is wel heel kruidig. Waar de stipering stopt bij 7,5 tot 9,5%. Ja, dus kruidig. Gaat meer richting de karameliet dan ons Nederlandse vriend hier. Dat is zeker zo. Maar overstijgt die de karameliet ook? Nee, qua kruiden... Qua neus niet? Nee. Zullen we eens kijken wat hij in de slok doet? Zullen we dat eens doen? Cheers. Proost. De trippel van de Garre, afkomstig van Staminé de Garre in Brugge. En gebrouwen bij Steenbrugge. Oh, toch wel Brugge. Nee, nou dat ik het zeg. Had ik niet bij stilgestaan. 11% aan alcoholen. Proost. Zo. Hij is... ik vind hem lekker. Ja, hij is... ik vind hem, als ik, dat klinkt misschien gek, maar ik vind hem er een beetje tussenin zitten. Hij heeft niet de scherpte van de triple, van de karameliet. Maar hij is scherper dan die. Hij is scherper dan die. Een beetje een banaantje. Proef je in deze meer ten opzichte van die magistraat. Ja. Maar qua ook scherpte, alcohol, dat dingen. Als je zou zeggen dat deze daar tussenin zou zitten. Ja. Of ja, rond de 8%, 8,5%. Maar die 8% haal je er niet uit. Nee, echt niet. Die haal je er niet uit. Misschien in zijn zoete body dat je wat meer denkt van... Ja. Oh ja, we hebben hier inderdaad wat zwaarder spul. En ik denk dat die overal wat zoeter aandoet. Waardoor die een beetje inderdaad afvlakt van die karameliet. Maar ik denk als je nu een slok karameliet neemt... Dat je ook wel weer denkt van... Oh, de karameliet is een soort van light versie van deze. Want ik denk stiekem dat deze wel wat meer smaak met zich meebrengt. Ja, maar niet de scherpte. Hij heeft niet. Hij is wel kruidig, maar het is niet... Hij is nog meer in balans misschien. Maar ik ben met je eens dat dit een pareltje mag. Dat was mijn volgende vraag. Dus ja, absoluut. Ik ben blij dat ik die eer in ieder geval in de eerste episode in deze stijl waar heb kunnen maken. Ja. Maar heb je die al lang in huis? Ik heb deze specifiek recent gekocht. Want eigenlijk, het verhaal is zelfs dat dit bier van oudsher eigenlijk niet tot nauwelijks buiten de muren van het café kwam. Op mij kon je een 1,5 liter Magnum fles kon je wel meenemen. Ook wel gelijk aan de prijs, want dat zijn die 1,5 liter flessen altijd. Ja. Maar dit en kon corona, jij niet kopen. Corona heeft de wisselwerking wel ingezet dat ze niet alleen maar van het café op aankonden. En sindsdien waren er ophaalmomentjes, zijn ze op een gegeven moment rond gaan brengen. En in de naweeën van corona, waar we nu nog wel een beetje in zitten, zit die commercie, die mindset, zit er denk ik nog wel een beetje in. Dus af en toe zie je het bier in één keer opduiken. Maar het is niet zo dat ze gigantisch veel maken, ook voor de commercie. Wat de hectoliter zijn. Kijk, ze brouwen bij een van de grotere commerciële brouwerijen van België, in mijn beleving. Ik bedoel, Gulden Draak, dat zie je op iedere. Hoe kun je dat, kun je dat kopen? Dit absoluut niet. Maar het komt wel uit dezelfde brouwerij gecijpeld. Dus ja, hoeveel die hectoliters zijn, ja, dat weet ik niet. Alleen de tendens die er overheen hangt is nog wel wat meer crafty dan dat menig ander bier uit die brouwerij is. Maar ik dacht van ja, als ze dit kunnen brouwen, hoe smaken hun andere trippels dan? En dat viel me dan toch tegen. Ja. Maar als je van Steenbrugge? Ja. Maar als je dit nou drinkt in dat café, krijg je dan ook uitgeschonken uit zo'n fles of heb je dan op tap of zo? Ik denk dat ze het op tap hebben, want volgens mij was het voorheen alleen maar op tap. En dan die Magnum fles. Maar dat kan ik niet helemaal hard maken. Ik bedoel, ik heb inmiddels ook de proper glas bij thuis staan. Ik moest dan wel weer, als ik dan deze fles ging halen, dan wil ik ook het glas hebben als dat erbij geleverd wordt. Dus ik heb nog zo'n flesje thuis staan. Was je ook nog bij de halve maan langs geweest, of dat niet? Nee, kinderen mee. Dat zal ik niet doen. Nee. Another day, another time. Precies. Kunnen we ook nog doen, misschien een keer een tripje Brugge. daar hebben we toen die rondleiding nog gehad, hè? Zeker. Was dat toen ook naar die... Concert gingen, ja. Het aangename met het... Ja, maar die stad stonk wel. Als het bier lekker is. Ben je wel eens geweest bij de brouwerij de halve maan? Ik ben er nog nooit geweest. Het is gewoon heel raar, want je loopt midden in de stad. Ja. En in één keer staat er gewoon niks. Boom. Zo'n hele grote tankwagen midden voor je neus. En denk bij je, hoe ben jij hier gekomen? Maar die tankwagen komt er als goed niet meer. Nee, daarom heb je die leiding neergelegd. Want er ligt vanaf de fabriek af... Naar de vullerij ligt er een... Hoe lang is die? 6 kilometer of zo? Van mijn gevoel 3,5 ongeveer. Een bierleiding van 3 kilometer dwars door de stad, onder de grond. Nou, ding. Dus ze brouwen nog steeds in de binnenstad. Ja. Alleen ze worden gevuld op de industrietrein. Oké, grappig. Ik weet even niet tot welke stap ze brouwen in de binnenstad. Voor mij gebeurt een deel van het proces, misschien wel het vergistingsdeel... De andere. In die buitenrand, maar dat weet ik niet zeker.
Dus het kan ook best zijn dat ze pure wort die kant op pompen. Maar misschien is dat interessante materie om eens een volledige episode aan te wijden. Ideeën genoeg voor episodes, maar de uitwerking en wanneer en hoe en wat... Dat helemaal goed wordt nog een... helemaal goed, mooi. Ongetwijfeld. De intentie is er. Ik denk dat we de camper toch moeten houden. Ja, een camper is wel perfect voor dit anders concept. Anders hebben we altijd een boot. Ja. Dat werkt echt wel. Kun je ook liggen in de rug. Kunnen we ook een keer opnemen vanaf de boot. Kijk, en dan gaan we nu als laatste hebben we... Ja, is het een spektakelstuk? Is het een uitzondering op de regel? Is het een uitzonderlijk bier? Ja. Nou, ik laat het aan jullie over. Jullie mogen hem daar inleiden. Ik heb mijn zegje gedaan. Vanaf nu ligt de bal bij jullie. Oei, ik voel de druk. Nee, het is bijzonder bier. Ik vind het leuk om hem te kunnen proeven. Lekker bier. Waar eigenlijk heel deze avond om begonnen is... Is om de allereerste episode. Nou, maar dat heb ik eruit geknipt. Nee, maar is eigenlijk gewoon van... Dat we het erover hadden en ik een paar weken geleden maar een zolder aan het opruimen ben geweest. En een Trignac tegenkwam. En eigenlijk een beetje het beginsel van ons speciaal bier drinken is denk ik wel mede de Trignac geweest wat naast de trippelkaart moet lieten. Is dit jullie Ground Zero geweest? Ja, voor mij was dit echt, dit was de reden dat ik er misschien bijna mee kapte. Ja. Wij staan hier echt lijnrecht tegenover elkaar. Dennis was groot fan. Ik denk dat ik misschien wel in totaal misschien 10, 15 flessen wel op zijn geweest al bij mij. En ik heb er ook een stuk of 4 gekocht, want die dingen waren in het begin echt een tientje. Nog niet eens, 9,95 of zo. Niet, hij kwam niet eens op de dubbele cijfers. Ze zijn nog een tijdje €5 geweest. Ik kon er niet betaalbaar. Ja, in het begin wel. Helemaal in het begin. Waarschijnlijk. Ja. Ik kon er echt, en nog steeds, althans, ja, ik heb hem al lang niet op, maar ik kon er helemaal niks van mee. Nee, en toen kwam ik hem eigenlijk tegen. En ik ben hem er een klein beetje wat meer in gaan verdiepen. Eigenlijk ook in de brouwerij, want het is een Trignac. Het is eigenlijk de triple van Kasteelbrouwerij. Het grappige van Kasteel is dat ze eigenlijk in deze officiële vorm... dat ze nu pas sinds 1991 bestaan onder de naam Kasteel. In 2013 is eigenlijk het Kasteelbier gekomen. Of de Trignac gekomen. Dat is eigenlijk gewoon de Kasteelbier triple... op cognacvaten, gebruikte cognacvaten gelegen. Het is 2012, of misschien nog een jaar eerder. Nee, 2013. Ik heb net foto's gezien op Untappd. Ja, ik heb het ook bevestigd. Ik kan het laten zien, ik heb het dat is helemaal goed, maar volgens hun eigen geschiedenis... Oké, staat het nog geschreven, die 2013? Oei. Nou, we gaan kijken. Ik heb labels gezien, zonder datum. Dus die zou misschien 2011 kunnen zijn. En ik heb een label gezien met 2012, expliciet erop. Dus vandaar mijn... korte interruptie in jouw verhaal. Dit is 2013, is geen 2 in ieder geval, 2013. Daar zeggen ze eigenlijk dat ze zijn begonnen met... Naast het succes van de cuvée du Château... waagt de brouwer zich aan het rijpen van de Kasteel Triple in gebruikte cognacvaten. De Trignac is geboren. Is dit na de Kasteel? Maar het kan natuurlijk wel zijn dat het de... Ja, okay. Het kan natuurlijk wel zijn dat de... Kasteel Triple, dat die 2012 was, dat ze die toen, maar het was ook, dit is er eentje uit 2013, een batch van 30.000 flessen, bijna een van de laatste flessen die ik hier in de handen heb, 29.718. De houdbaarheidsdatum is tot 2017, dus het is echt wel even bekijken, het kan een pareltje zijn, maar het kan ook een flopje zijn, terwijl ik al zeg, het is echt een Een experiment. Een vondst. Een zonnevondst. Eigenlijk is dit er een... Dit is er een in de, als we teruggaan naar episode 1... is dit er een in de categorie vergeten. Ja. Deze was zeer zeker lang en breed vergeten. En ik kan niet uitsluiten... dat er misschien nog eentje op zolder... terecht komt. Maar die heeft dus 11 jaar op zolder gelegen... en die heeft zolder hittes van 40 graden doorstaan. Deze fles heeft... verschillende adressen meegemaakt, verschillende locaties en... Kijk toch eens. Interessant. Dus ik ben er... Interessant. Ja. Interessant. Heb jij een raam op zolder? Of is het relatief donker geweest bij deze fles? Nee, deze heeft wel wat te donker gestaan. Okay. Want hij zat in een doos. Een interessant doos. Om te weten inderdaad. Ja. Even dekking nemen. De kruk gaat eruit komen. Nee, ik weet niet wat er gebeurt. Nee. Maar even, want jij hebt het over de triple van Kasteel. Wat maakt dit dan de Trignac? Ik zou het niet weten.
Nee, deze heeft gerijpt gelegen op cognacvaten. Ik kon niet vinden welke cognac, hoe lang, dat soort dingen. Maar hij heeft in principe op cognacvaten gelegen. Gebruikte cognacvaten. Ja, als je nou tegen me... Het is wel... ja, hij richt hem op mijn gezicht ook. Ja, ik hoor. Je weet niet met zo'n fles. Mijn blauw oog naar huis. Ik de vorige keer met een poep oog. Ja, met een blauw oog. Ik heb een beschermfolie. Wie wil hem openmaken? Oh god, echt? Oh ja, jouw polsen. Ja. Even schommelen. Daar komt hij hoor. Ik voel hem komen. Oh, dat is niet heel goed dat ik dat zeg. Tape. Oh? Nou, netjes. We hebben weer keurkruikers. Ja. Nou, hier, snuf maar eens even. Zal ik ook jou inschenken? Heel schrik. Ja? Ik... Zie je nog mijn schrijf? Mijn, nee. Komt ie, hè? Mijn bek vertrekt, mijn maag draait zich om. Ja, is een beetje zuur. Me not calling. Zo. Alsjeblieft. Ja. Oh, your gang. Gang. Ik moet wel zeggen, hij heeft sinds de afgelopen episode, sinds de laatste opname, heeft hij wel continu rechtop gegaan. Ja, sinds de laatste opname. Dat is 10 minuten geleden. Sinds de laatste opnamedag. Oh, nee, dan wel. Ik vind de neus niet zo vervelend als ik verwachtte op basis van de kurk. Maar dit ruikt echt heel erg lekker. Ik vind het niet per se lekker, maar jawel, ik vind het niet vervelend. Dit ruikt echt fantastisch. Jawel. Ik ben er een beetje blij van. Ja, die moet ik zo snel mogelijk gaan proeven. Ja, gaan we... En qua alcoholpercentage, wat hebben we dan? 12. 12 staat er op het etiket. Okay, dus een beetje vanille. Van, even voor de volledigheid, van brouwerijen van Hoenzebroek. Wow. Van Hoenzebroek, ja. Uit de serie Kasteel. Of ja, officieus. Ja, ja, maar ze hebben eigenlijk... Ja, Kasteel, ze hebben... Ja, ja, serie, ik dacht dat het brouwerij Kasteel. Maar dat is dus brouwerij van Hoenzebroek. En van brouwerij van Hoenzebroek. Kasteelbrouwerij van Hoenzebroek. Heeft ook Brigand als label. Filou. Ik wou zeggen, dat is weer zo... Dat is in België af en toe zo raar geregeld. In Nederland zul je het vast ook hebben. Maar in België hoor je het vaker. Dat je denkt, oh, dat is toch gewoon de kasteelbrouwerij? Nee, dat is kasteelbier. En dat is afkomstig van, in dit geval de Van Hoenzebroek kasteelbrouwerij. 12% Trignac 2013 vintage. Houdbaar tot 2017. Proost. Oeh. Cognacvaten proef je eigenlijk nog wel. Ja, absoluut. Maar ook dat vanille achteruit het eikenhout, vind ik. Oh, je moet het van bijschenken, jongens. Dit is... holy crap. Volgens mij kunnen wij wel concluderen dat het een pareltje is. Dit is... ik word hier wel blij van. Wat een heerlijke geur, joh. En de smaak, die doet er niet aan onder. Echt fantastisch. Dat dit nog overeind is gebleven na al die jaren. 2017. En, THT 2017. Ja, ja, en ik moet zeggen, in alle goedheid, verkracht. Want, nee. In alle goedheid. Even context. Even context. Hij is niet bewaard om te bewaren. Nee, hij is meer, ja, hij is vergeten. Ja, hij is vergeten. Maar dat heb je goed gedaan. Goed vergeten. En wat ik dan altijd jammer vind, van shit, dit is de laatste fles. Ja, zonde. Ja, maar laten we er extra van genieten. Ja, sowieso. Toch? Dit is echt top. Maar ik mis, of ja, ik mis. Hij is laag op koolzuur, vind ik opvallend. Ja. Maar niet te laag. En ik, het triple, als dit een blond, een sterk blond geweest, zou ik het ook geloven. Ja, als we even teruggaan naar de basisfundering, die biertype triple, moet ik hem verzoeken. Het kruidige, ja, het kruidige is ver weg. Ja, het kruidige is af. Maar er is heel veel moois voor teruggekomen. Ik denk dat ik hem in deze hoedanigheid mooier vind. Want ik vind een cognac altijd relatief scherp in een barrel vaak. Is een hit or miss, is allemaal zacht geworden. Het is allemaal mild en zacht en verfijnd geworden. En daardoor vind ik deze rijping op dit bier, verdenk ik dan, vind ik wel prettig. Zo, nou, dat bewijst wel dat je hem gerust kan laten staan, ook na de THT. 22 januari 2017. Zouden officieel ook... Zijn we dat... dat 7 jaar over het datum. Ja. Ja, dit is niet vervelend. Nee, dit is, dit is een top. Mooie afsluiting voor dit is deze. Echt top. Voor deze. Dit, ja. Dit is wel. Dit is eigenlijk wel. Ik bedoel, dit is de pilot, zeg maar, voor dit type podcast. Echt specifiek op mijn stijl. Maar dit is ook wel gelijk de droom. Ja, van hoe ik het concept voor ogen had, zeg maar. De lat ligt meteen hoog. Een referent beginnen. Ja. Wat gewoon goed is en wat gewoon complete stijl volgt.
Volgens mij iets te zoet misschien. Iets te commercieel, maar je snapt wat ik bedoel. Welke? Daarna een hele mooie, de Carmeliet. Een hele mooie prijswinnende Nederlandse equivalent. Ja. Die beduidend anders is, maar toch in zijn charme ook heel mooi is. Ja. Dan een eigenzinnig bier wat hoog gegooid in de vorm van die De Gare. En ja, dit is met een leuk verhaal erachter, als ik dat ook even moet zeggen. Een kleine steekje. En, dat moet je echt, als je in Brugge bent, ga dan zeker even lopen langs. Staat sowieso nog een keer op de planning. Ja. Over het water. En dan nog dit fantastische afsluiting. Sluitstuk. Ja, dat is echt heel mooi. Top man, goed bewaard. Ook al is het niet bewust. Ik had het niet verwacht. Ik denk wel persoonlijk, ik zou hier niet een hele fles in mijn eentje van willen drinken. Oh, ik wel. Het is er wel één voor mij om te delen. Ja, delen is altijd leuk. Nee, dat is ook maar. Ik ben ook heel eerlijk. Kijk, heel veel mensen zeggen, 44 cent in de blikken vind ik te veel. Nou, als het een goed bier is, ben ik er heel blij mee dat 44 cent. Precies, ja. Ik ook. Ja, dit is top. Dus ik neem aan dat wij onze derde aflevering, die toevallig ook over trippels gaat. Wauw, dat had ik er nog niet even stil gedaan. Dat we die gaan afsluiten? Nee, dat mag zeker. Ja. Maar voor nu, hartstikke bedankt voor het kijken of luisteren of allebei. Klik vooral op abonneren en luister de volgende keer gerust weer met ons mee. En wij praten graag over bier en we proeven het ook graag. En we zien of horen jullie graag terug. Dat vooral, ja. Als je suggesties hebt, aantekeningen, dingen je anders wil zien of die je extra wil zien, laat het weten. Dan gaan we er wat mee doen. Zeker. Ik zou zeggen, tot episode 4. Cheers. Dames, proost.